We staan hier nu voor het Almeloze Kanaal. Zometeen springen hier 119 deelnemers het water in om geld in te zamelen voor meer onderzoek naar ALS. Er zwemmen 11 teams mee en er zijn 3 verschillende swims. Er is een kidswim, een teenage swim en een gewone city swim. Tijdens de kidswim zwemmen de kids 300 meter. Tijdens de teenage swim wordt er 650 meter gezwommen. En bij de uiteindelijke swim zal er bijna 2 kilometer gezwommen worden. En dan gaan ze, dames en heren, het team Wetshuis. Het team dat een ontzettend hoeveel geld heeft voor de opgebracht. Lieve Tony. Ik ben heel erg blij dat ik hier mag zijn vanmiddag, want vandaag wordt er gezwommen voor ALS. 119 deelnemers die met elkaar een waanzinnig bedrag gaan ophalen, wat in zijn geheel ten behoeve komt aan de stichting ALS. ALS is een slopende zenuw- en spierziekte waaraan in Nederland 1500 mensen lijden. Voor deze ziekte is helaas nog geen enkel medicijn gevonden wat betreft genezing. Over de oorzaak is nog maar zeer, zeer weinig bekend. Er is heel veel geld nodig om verder te komen met het vinden van een oplossing om deze ziekte te genezen in de toekomst. Daarvan is de stichting ALS en het wetenschappelijk onderzoek, het ALS Centrum Nederland, afhankelijk van giften. Alles wat hier vandaag wordt opgehaald komt in behoefte aan opsporing naar de genezing van ALS. 75% van het totaalbedrag gaat naar wetenschappelijk onderzoek. 25% van het bedrag gaat naar de stichting ALS. Gaat maar goed! Natuurlijk was een patatkraan, jongens. De teams die meedoen, dat zijn team bij team minimapartij. Ja. Geen rol van de kant gehad. Nee. Team Jaarsma, nee, team Wetshuis. Ik heb 2 jaar niet kunnen zwemmen vanwege de blessure. Die zijn inmiddels vandaag de eerste keer. Ja, vertel eens hoe het is gegaan. Ik heb de dood in de ogen gekeken. Man, wat zwaar. Ik kwam geen eind aan. Ja. Ja, je hebt het wel gehaald. Ik heb het wel gehaald, ja. We hebben wel zeker iets van 25 verschillende klasses. En we roeien dan in 4 of eigenlijk 5 verschillende boottypen. Daarnaast is er ook nog een onderscheid bij de 4e, dat je met en zonder stuurman kan varen. Nou, we hebben in de gelukkige omstandigheid dat we een record hebben dit jaar. Dat we de 148 ploegen. Dus dat zijn dan veel meer deelnemers, want ze zitten over verschillende boten verspreid. En 4 jaar geleden hadden we er nog 142. Dat was voor ons al heel uniek. Maar we maken echt nou een stijgende lijn door. Dat vooral ook junioren en jongerenjaarsploegen van studentenverenigingen ervaren hoe aantrekkelijk hier het kanaal is. Je ziet hoe mooi het is met de rietkragen aan weerszijden van het kanaal. En voor ons is het heel belangrijk dat het riet een prachtige natuurlijke barrière is waar de golfbewegingen van het kanaal direct wegdijnen. Dus dat de deining die er ontstaat gelijk afkalft. Kijk, we hebben natuurlijk met de containerterminal voorbij de Bornenbroekse brug. Nou, daar komt ook een draaipunt voor die grote schepen. Dus als het maar enigszins mogelijk zou zijn om hier de natuur nog een beetje in stand te houden, vanaf die brug tot aan Almelo, dan biedt dat heel veel mooie, ook recreatieve voorzieningen, waar heel veel mensen plezier van hebben. We hebben veel ploegen ook uit het westen, uit Groningen. We hebben ook zo'n 20 roeiers uit Duitsland. Dus die hebben de laatste 8 jaar weten de weg hier ook meer en meer naartoe te vinden. Ja, we zien hier achter ons alle boten die zich te water gaan. En dan zullen ze zo rustig mogelijk naar de start willen roeien om weinig energie en krachten te verspillen. Dus het oproeien, dat zullen ze in een half uur ongeveer doen.
En de wedstrijd, daar gaat de snelste skiffeur, daar is het record, dat staat hier op 18 minuut 20. En de snelste twee zonder, die het ooit heeft gedaan, denk ik, in 18 minuut 6. Ziet in dit winkeltje is eigenlijk de sfeer van de jaren 30, in de tijd van de crisis. En in die crisistijd, dat is wel heel leuk, was het nou ook niet bepaald dat je kunt zeggen dat het allemaal zo geweldig ging. Had je een beetje, was je op leeftijd, dan kon je zelf zo'n winkeltje gaan beginnen. In een schuurtje of een kamertje, want dat kon. In Nederland waren er van dit soort winkeltjes, van deze grootte, 70.000. Uit de tijd van de jaren 30, een crisispakket. En dat was uitgegeven door de HK. Dat is de Handelskamer uit Rotterdam. En dat is tegenwoordig de coöperatie die veel reclame maakt. Nou, als je dan lid daar was en in de tijd van de kerst, dan wilde je graag wat hebben. Dan kreeg je dat bij een speciale prijs. En hier zit dus in wat je nodig had. Kijkt u, ziet u thee, koffie, nou, zeep en ja, boter en enzovoort. Dat is een pakket, heel erg leuk. Daar kun je echt dus mee de crisis door. Inderdaad, ja. De kerstdagen dan, hè. Wat voor producten hebt u allemaal zoal in uw winkel? Want het is echt heel veel. Nou ja, in eerste plaats wat je vroeger had, dat zijn de losse producten, zoals bonen, rijst enzovoort, werd dus los en er werd verpakt in een papieren zak. Maar er is een tijd geweest dat de papieren zakken er niet waren. En dan blijft de vraag over, hoe moest men dat meenemen? Om u een voorbeeld te geven, als je als vrouw zijn een schort droeg en je had een dag dat je dus bruine bonen wou eten, was dat helemaal geen probleem. Want die winkelier die pakte gewoon een schep met bruine bonen en je gooide het zo twee scheppen in het schort en dan kon ze meenemen. En dan hij zei, dat is die prijs, hupsakee, en zo ging dat. De Marskramer is een beeld van Jits Bakker uit 1981. Zijn bronzen beelden blaken van levenslust, beweging en uitbundigheid.